Maar ik merk bij heel veel mensen dat kennen, mijn vriendin ook, die ook onderneemster is sinds vorig jaar, dat die om 3:30 gedaan heeft en dat die in de zetel een serie ligt te kijken, dat ik thuis kom en dat die zegt, ik voel me echt slecht dat ik dit aan het doen ben. Want ik zou productief moeten bezig zijn. En ik denk, maar kom aan, je hebt net zo slim en zo goed gewerkt dat je al om 3:30 gedaan kunt hebben. Geniet dan toch van die momenten. En dat is heel moeilijk voor haar. Dus al die uren moeten precies opgevuld worden met productiviteit. En dat is hetgene waar ik heel hard tegen wil vechten, want dat is absoluut niet nodig. Je hebt maar, en dat is een mening dat ik heb, je hebt maar 4 goede uren op een dag. En 4 is soms zelfs wat veel. De rest zijn we gewoon aan het opvullen met dingen te doen.